aan, ja. Ik heb zwarte kousen aan. En ik heb mijn horloge niet aan. Ja, even terug. Hè. Anyway, deze vlog gaat nog iets minder kwaliteit van audio doen, want onze medo heeft mijn. Zeg iets met een micro. Horloge, wat is die eigenlijk? Goeie dingen daar. Ah ja, oei. Laat die plat zijn. Ja, die is plat, want je dacht wat telt wacht hebben. Ik heb een dikke watch aan. Oh, ik heb nog telefoon ook. Oma heeft net geweld, maar ik weet niet wat er iets is. Ik krijg het niet vast. Met deze. Even kijken. Papa? Is mama, waar is die? Die heeft mij net gebeld, maar ik krijg het niet vast. Vandaag is het. Heb je het gebeld? Kom maar. Mij is alles goed, ja. Nee, daar heb ik passeerd, maar ik kom rapid zeggen. Dus ik kreeg niet vast, ik heb gebeld, en daar kwam voicemail op. Dus ik passeerde, dus ik dacht, ik kom kijken wat mijn mama gaat. En het gaat goed, maar als mama, kijk eens aan. Voilà. Ik zou weg, hè. Dan is het tot in de week, hè. Nee, in de week. Geen frietje eten of zo. Is goed? Ja. Joejoe! Op naar het ijsjescrème. Oké, dus we gaan parkings zoeken. Hier is een hele grote parking, maar ik vind dat niet goed. Dat staat in de zon. Dus gaan we ons op een parkeerplaats zetten waar niemand anders gaat staan. Zo. Met de schaduw. Kijk eens aan. Wat zijn er die schaduws? Kijk waar we staan. Daar in de parking en ik zet mij hier, zie je? Hey, chic hè? Ja, maar dat is tenminste schaduwmaat. En de Frankie is hier ook zo. Wie? De Frankie. De Frankie. De Frankie. Dat is de mannen. De Leo. Allee, nee. De Mariette. Dat is volgens mij Mariette. Het ouder bommetje van de Leo, denk ik. Maar. De Leo is de mannen, de Leo. En daar staat de daardroos. Hopla. Ja, trouwens, voor de mensen die Miguel niet kennen, want ik heb hem nog niet op beeld gehad. Nee. Ah ja. Ja, hoe zit jij? Oh, Miguel. Ja, Miguel. Allee, ja. Ja, Miguel, kijk, hier is hem mannen. Ja. Naar rechts. Ik ben zomaar even uit de lucht gevallen. Uit de lucht gevallen, zo daar, vandaar ja. Komt hem zo. En dan, wie bent je? Ah, Miguel. Ja. Ja, doe even opnieuw dan. Even opnieuw, hè. Wacht, hè. Uit de lucht vallen, hè. Ja, we gaan uit de lucht vallen. Doe alsof, hè. Woe! Oh, ja. Hallo, hoe zit jij? Miguel. En? Ja, ja. En nog? En wat doe jij? Goh, ik ben een buschauffeur, mechaniek. Ja, stop. Niks, ja, stop. Ik wil eruit, mannen. Dat gaat niet. Nee, dus, nee, dat is Miguel. Dat is een collega van mij. En wanneer ik zo had gepost van wie kan mij daar naar dat bedrijf, hè, je weet wat ik bedoel, brengen voor mijn auto te gaan halen, dan reageerde hij. En dan, leuke gast. En dan nog eens. En nu gaan we chillen. Dus ja, voilà. Dat is Miguel. En binnenkort ook... ja, mede-eigenaar, mag ik dat zeggen? Ja. Ja, mede-eigenaar van de roleplay server Beierland. Dus dat gaat wel nice zijn. Toch een beetje roleplay met Roger de Vlaming. Dus even aan de kant, fietsers. Dus moesten er mensen zijn die zeggen van, waar blijft Roger? Ah, wel, Roger komt binnenkort terug. Ik denk dat dit wel iets leuks is voor de vlog eigenlijk, niet? Dat is wel een camerabewaking, ja. Ze zullen beter mijn naam bijschrijven, want ik kom dat hier bewaken met mijn camera. Nee, maar ik denk wel dat het nice is. Je kunt toch zo'n klein pisteke zo. Je kunt zo ook voor de fitlog. Ja. Nee? Dat wil zeggen bijvoorbeeld van, doe jij eens mee met een fitlog aflevering. Een keer gecoacht worden door Dardro. Want ik noem me niet graag een coach. Ja, personal coach, persoonlijke coach. Maar ik heb mijn diploma's niet zo snap. Maar zo een keer zo'n sportsessie. Kunnen we zeggen van, zoveel toertjes lopen. Dan een keer optrekken. We kunnen hier zelfs zo'n mini voetbal ding doen, mini voetbaltoernooitje zo. Zo ja, we kunnen hier leuke dingen doen. Leuke show. Denk wel, hier kun je gewoon je auto parkeren. En hier, ja, kijk. Zit toch fucking nice, hè, of niet? Dan komen we binnenkort een keer terug. En dan gaan we weer leuke video's maken. Hè. Dat lijkt me wel iets leuks voor die fitlog. Sowieso. Is dat een geit? Ja, dat is het. Moet op de vlog, hè. De geit moet op de vlog. De geit. Een geitje. Niel. Hey. Sorry. Zie.
Nee. Ja. Maar zo'n brave geit. Waarom zoek met die van ons vroeger in de toon? Als ik dan met Mieke de geit deed, dan was ik hier mijn vingers kwijt. En als ik in dat kot kwam, dan, ik ging in het kot en de geit stond er al. Hè. Die stond al klaar om mij te pakken en dan kwam die zo met haar horens, maar ik was toen klein. En ik kon zo net tussen mijn benen zo. Dus die horens raak mijn benen daartussen en dan begon die zo wild te doen. Dat is echt normaal. En hier had je het skatepark bijvoorbeeld. En dan hier de honden loslopen. Ik zeg, het Rotselaar is mooi, zeg. Je moet het Zuurse springkasteel daar achter. Je moet het allemaal gewoon maar weten. Hè. Het enige nadeel hier is wel, hier is altijd overstroomd als het zwaar heeft geregend. Als er overstromingen zijn, dan ligt dat hier blank en dan, ja, dan is dat hier niet te doen. Maar voor gewoon te gaan lopen, is dat kei leuk. Maar het is wel te warm weer, man. Het is echt 34 graden of zo, was het niet? Ja, het is 36. Dus ik denk dat we nu naar de piek gaan, zeg. Bij welke 6 uur nu? Ja, dus. Het is nu de piek. Ja, dit zal wel het maximum zijn, 34 graden. Dus. 34 graden. Want het koelt niet op, hè, deze nacht. Nee. Nee, 9 uur is nog 28 graden. Oh nee. Ja, dan ga ik me met een ventilator vandaag moeten aanslapen. Maar ik ga sowieso een airco halen, want dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen, dat ik dan uiteindelijk aan het spelen ben. Twee pc's die opstaan, een tv die opstaan voor de achtergrond. Oh ja, dat is niet normaal. Dat is s'avonds echt 29 graden in dat kot, hè. Ik heb ook een airco gewoon recht voor mij geblazen en dan is ideaal om te gamen. Om. Ja, inderdaad. Dus we gaan daar een keer voor kijken. Misschien deze zomer al, want de zomer begint pas. Maar nu geven ze korting waarschijnlijk ook niet. Als er iemand is die airco's verkoopt, je weet, je krijgt wel pas een geld dat ik mijn airco heb. Dat is te veel helemaal. Jammer genoeg, vroeger was ik de eerste om mijn geld te geven en zie maar wanneer het komt. Maar nu, als ik een airco heb, dan krijg je geld. Als er iemand is dat iemand kent, waar ik, dat ik een plezier kan doen door bij mijn airco te bestellen, laat me weten. Want het is wel een hebben dingetje, denk ik, deze zomer. Want anders dan houden we het niet vol. En zeker als we maximaal gaan knallen deze vakantie, dan hebben we toch wel even een werkplek nodig waar dat we gemakkelijk en, moet ik het zeggen, niet gemakkelijk, maar op een comfortabele manier kunnen werken. Want anders dat gaat niet. Oké, even wandelen richting het ijsjeskraan. Ik kan mijn schouder wel rusten, want what the fuck voel is. Dat is van tof, hè? What the fuck? Die weegt was, hè? Wat fitness op jagen. Ja. Wacht, we gaan even een mikbel laten vloggen hier. Ik weet niet, ik niet wat zeggen, maat. Ja, dan moet ik even in. Dus als er iemand een airco heeft, hè? Dat is. Oh nee. Ja, ik denk dat we het. We zullen het vloggen maar overlaten aan de vloggers, hè? Ja. En het. Het bussen maken is, want hij is ook mechanieker en zo. Dus, laat me dat maar doen. Nou ja. Spiegeltjes afruimen en zo, dat kunnen ze goed. Hè? Nee, kapot. Ah ja, dat is wel, ja, wel deze week. Ja, maar dat was mijn fout niet. Ik ben aan het rijden op de snelweg en ineens, rak! Voilà, uit het niks, die spiegel eraf. En ik was zo kwaad en ik zo, rak! Terug erin. 100 meter verder, baf, terug eraf. En dan was dat verbroken. Dat is dus het typische antwoord van de chauffeurs. Ja, maar het is echt. Nee, maar dat is echt geen zeven. Als ik ergens tegenrijd, heb je dat eerst moeten zeggen. Dat is net de dichtste bullshit, hè. Iedereen zegt dat gewoon vanzelf en een helft rijdt hij daaraf. Maar hoe komt dat? Door de vorige collega die had daar waarschijnlijk nu redelijk een doef mee gedaan. Tegen weet ik veel welk verkeersbord, die daar stiekem terug opgezet. En dan is dat al half afgebroken. En als ik hier dan in een diepe put rijd en die spiegel valt, dan heb ik het kapot gemaakt. Ja, en zo werkt het niet. Oké, anyway, op naar het ijsjeskraam. Het lijkt een beton aan mijn voeten. Oh, niet normaal, ja. Ik kan even te voet naar het ijsjeskraam, maar dat is niet ver. Ja, nee, met een auto is dat niet ver met airco, maar te voet zonder airco. In die t-shirt zweet je niet. Ja, vandaag dus wel, hè, man. Vandaag is dat dus een uitzondering. Het valt nog wel mee eigenlijk voor zo warm te zijn. Maar, hoi, joh. Je kunt die bestellen op Shopify. Wat is het? Puntarnero.com? Ik weet het al niet. Het linkje staat onder in de beschrijving. Maar ik zeg altijd, je zweet niet in de t-shirt, maar ja, vandaag kun je niet anders dan zweten, man. Echt een normaal. Oké, we zijn bijna op het fietspad, voetpad. En dan kunnen we een ijsje eten. Oké. Zou eens mijn bril hebben gesmolten, hè? Wat? Lekker wel rap. Fuck you, jongen. Fuck you, jongen. Fuck you, jongen. En dan kan iemand, je hebt een Ray-Ban. Ray-Bans die. Nee, dat kan niet. Hij komt niet van Tree Craps. Tree Craps. Maar ik ben de mijne kwijt. Ik ben mijn zonnebril kwijt. Ik had ook een Ray-Ban. Nee, ik had een Armani. Nou, gepikt. Ja, ja. Noemen ze dat. Kwijt.
Wacht even. Oké. We zijn nog geraakt, maar ik ga het heel snel opeten, want het is al aan het druppen. Wat heb jij gebakt? Limoncello, yoghurt en Ferrero. Oké. En ik limoncello, speculaas en chocolade. Dus eerst opeten en dan terugwandelen. En dan gaan we naar Leuven. Ik weet niet wat we daar gaan doen, maar we gaan kijken. Ik doken, natuurlijk. Ik mag eigenlijk niet, maar maandag ga ik terug beginnen. Maandag ga ik terug meedoen. Dus nu is het even nog cheaten en dan onder next level. Oké, ijs kan op. Terug naar de auto. En mijn plannen zijn gewijzigd voor vandaag. Ik heb vanavond niet te veel meer te doen. Dus we gaan echt chillen. Dus we gaan nu naar Leuven. We rondlopen. Dan nog een frietje eten, dat is net beslist. Dan gaan we naar de sushibar in Geleen. En vandaag gaan we naar huis. Het is dus echt een hele chill dag vandaag. Dus. Ja, nog iets tof dat we bespreken. Ja, wat? Ah ja, juist. Van de wisselbeker. Ja, van de wisselbeker. We gaan binnenkort een wedstrijd doen. Of ja, misschien. We zijn aan het brainstormen. Wat zouden jullie ervan vinden? De auto's allemaal. Wat zouden jullie ervan vinden als we een FIFA-toernooi doen? Online dan, hè, met heel reglement en dergelijke. En dat de winnaar dan een beker krijgt en die wordt dan bij het volgende seizoen is dat de wisselbeker constant altijd doorgeven. En ik kon de beker bij je thuis persoonlijk afleveren. Dat lijkt me wel iets leuk. Dus ja, gewoon even jullie mening nodig. Ik zie dat ze zoiets met een camera niet een pollen rijden. Dus ja, dus dat gaat er vandaag maar gebeuren. Gewoon leuk dagskappen vloggen even. Ik wist niet, ik heb wel een vlogje nodig, maar ik weet niet wat ik ga doen. Dus ik film gewoon mijn leven, want de bedoeling is eigenlijk dat ik dat meer en meer ga doen. Ik zie mij echt wel fulltime vloggen. Gewoon elke dag doen wat ik zin in heb. En ja, voilà. Dat dus. Dan kun je zien hoe ik leef. Niks speciaals, hè. Maar ja, gewoon leuke dingen doen, hè. Want op dagen zoals dit, als we niks te doen hebben, zou de vlog wel saai kunnen zijn. Maar ja, er zijn heel veel dagen dat wel dingen te doen hebben. Er staat heel veel op de planning voor de grote vakantie. Sowieso. Ook heel veel opnames, straatinterviews dat we gaan doen. We gaan podcast opnemen. We gaan elke week een vlog posten. Daardoor gaat Vastal terugkomen. Vervolgens hebben we ook de fitlog. Want gaan we ook elke week proberen volhouden om elke week een video online te smijten. Voor mensen toch te inspireren om te gaan sporten. Om iets aan hun lichaam te doen. Zowel mentaal als fysiek. Dat komt er ook aan. Dus er komt zoveel nice shit aan. Dus ja. Vandaag is het even een rustdag. Volgende week kan Mido pas. En Castaars heeft ook nog examens. Dus voilà. En we staan er nog. Jawel. Mooi in de schaduw, geen last van de zon en mijn rap heeft kunnen rusten. Dus mama is niet meer losgekomen. Ja, gelacht ermee, maar ik hoop dat ik maandag bij BC Sinjo dat ik kan langskomen en dat die mensen iets voor mij kunnen betekenen. Want met zo'n rommel blijf ik niet verder rijden. Ik wil zien wat die mensen kunnen doen met mijn auto. En als zij van mijn auto een prachtig plaatsje kunnen maken, dan mogen ze dat zeker vast doen, want deze is een schande. Oké, op naar Leuven. Alles, hè. Aankomen in Leuven. Zo geparkeerd op de stelplaats van de lijn. Want we mogen hier gelukkig staan. Gratis parkeren, want in Leuven is tegenwoordig echt wel ja, duur te parkeren. De laatste dag dat ik naar Driemek was geweest, dan heb ik 10 euro of 15 betaald. Ik heb er een uur gestaan. Dus dat was belachelijk duur. Ja. Ik had daar zo'n gratis uitrijdticket gekregen, maar dat werkte niet omdat mijn nummerplaat niet gescand was als ik binnenkwam. Op dat kaartje. Ja, dat was een heel gedoe. Dus ja. Oké, gewoon eens kijken wat we hier in Leuven allemaal te zien krijgen met dit mooie weer. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, we gaan proberen in Barnijn een plaatsje te vinden, maar ik vrees er een beetje voor. Om met deze weer het alles gewoon vol zitten. En gewoon heel oude markt helemaal vol zitten. Dus ik hoop dat we nog ergens kunnen iets gaan drinken en een frietje eten. Ik heb echt gezien. De laatste keer, vanaf maandag is het echt terug in orde. Ik moet dan ook wekelijks met een fitlog beginnen, dus ik kan dat niet maken. Want dan, terug bij te komen, dus we gaan het zien. Hier worden we ons kastaar binnenkort samen met haar klas gaan staan, daar zo. En dan gaan ze daar allemaal met een derde muurtje aan staan, dat hebben ze beloofd. Dus daar wordt die foto gemaakt, meiden, daar zo, voor dat geweldig mooi gebouwtje hier. En dan, ja, het stadhuis, ja. En dan zie ik het graag verschijnen met een derde muurtje. We gaan tegen Clara, Tess, Lotte, doe de best. Ja, hier zitten we dan. We hebben dan een plaatsje kunnen vinden. Dus nu even gezellig een cocktail drinken in Leuven. Oude markt. Hier zijn al dingen gebeurd. Dat is echt normaal.
Ik zit er dus samen aan als ik wil. Gaat het bestellen? Ik ga hem ook niet oppakken. Ik ga hem ook niet oppakken, dat is lang geleden. Ik kan de kaart schammen. Maar goed, Sinti, dat ik toch in de auto ben, dat ik mag natuurlijk. Ja, ik moet scannen. Ik moet betalen hoor. Lekker een mojitootje. En geen Virgin, want daar heb ik over laatst gedronken toen ik op dieet was. Maar... echt zoiets genieten, niks te doen vandaag. Echt, ik zie er echt naar uit. Gewoon een keer chillen vanavond naar Geleen. Dat is echt al lang geleden nu. Ik denk dat dat 3 weken geleden is dat ik daar ben geweest. Normaal ben ik elke week. Hè. Waarschijnlijk ben ik hier zo fucking raar aan het doen. Ik ben gewoon... ijs gaat mij gewoon aan het eten. Het is gewoon mijn vingers in mijn glas. Lekker. En dan ook? Ik heb nootjes bij. Ik was echt zo, ik was zo keihardig zo mijn glas aan het preuten zo, en dan zo, ik was zo ijs aan het eten. Kijk zo iemand daar dan naar mij van, oei, wat is die aan het doen? En dan, ah ja, dat ik door, dat is niet normaal. Doe maar zo. De tweede ronde. Very good. Oké, 2 cocktails verder zijn we onderweg naar de auto. Allee, ja. Wel 2 uur later ongeveer. Het is al wat afkoelen buiten. We gaan nu naar het frituur en dan nadien gaan we naar Nederland. Dan gaan we kijken of Costa terug is van Mexico en waar is mijn vrouw naartoe geweest? Hè? Ik weet niet hoor. In ieder geval, het was gezellig. Dus nu op naar de auto. Het frituur waar ik naartoe wil gaan is dicht. Maar alles gebeurt met een reden in het leven, zeggen ze toch. Dus ik ga nu even naar huis, want ik moet daar drinken naar het toilet. Want zo'n cocktail dat is precies lang geleden. Dus ik ga nu even hier, amai, dan komt het hier licht genoeg is. Nu even met de Miguel naar huis. Andere t-shirt aan en ons omkleden. En dan gaan we naderhand naar de frituur, of het frituur, liever in Aarschot. Dan gaan we bij Luc en Anne een frietje eten. Als die open zijn en plaatsen, ben ik ook natuurlijk van wel. Dan gaan we even parkeren. 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 En ik ga met Paul Kieran in de garage. Toch? Flippy! Dag Flippy! Ja, het is hier donker, want als ik het hier allemaal omhoog had gelaten, dan was het hier veel te warm geweest. Het is nu eigenlijk al voor mij iets te warm om eerlijk te zijn. Het is hier 25 graden binnen. Hey? 25 fucking graden. Het is te warm, maar ja, kan gebeuren. Oké, even naar het toilet gaan. Amai. Even naar het toilet gaan en dan gaan wij een frietje uit de Flippy. Hoe is het met jou? Alles goed? Zeg. Kom hier. Vingertje. Hoe is het met jou? Ja. Alles goed met jou? Hie? Ja? Oh, wie is daar? There's something... hallo, met wie bent u? Pizza Corrie. Pizza, ja. Flippy, heb je het gezien? De pizzaman is er. Kom, wacht, we gaan de pizzaman halen. Ja? Kijk. Zie je mee? Zie je mee? Kijk. Meneer van de pizza, kijk. Daar, je ziet, kijk. Zie? Ja. Wie is dat? Alles goed? Wie is dat? Dat is Flippy. Ben jij weer aan het lachen met de mensen? Hé? Ben je met de mensen aan het lachen? Ik wil zeggen, ik heb geen pizza bij. Ja, de pizzaman heeft geen pizza bij, hoe kan je nu? Is niet leuk, hè? Geen lieve pizzaman. Nee. Dan kom, ik ga terug naar je kot. Hup, hoi, hup. Oeh. Boekje mee, naar de Sisha Lounge. Oplader. Eerst naar het frituur. Maar in dat boekje ga ik opschrijven wat mijn ideeën zijn. En de ideeën van Miguel en de ideeën die ik afgelopen week heb opgedaan. Alles mooi in het boekje schrijven. Want als je het niet noteert, dan bestaat het niet. Je moet het gewoon kunnen visualiseren. En als je het niet opschrijft, dan bestaat het gewoon niet. Visualisaties moet je constant hernemen, constant opnieuw. Je bewustzijn van het feit waar je naartoe gaat. En dat gaan we niet opschrijven. Dus bij deze, oké, op naar frituur, want ik heb kei langer. Dus
smakelijk. Ga smakelijk, maar wat ik heb. Fruit, oké. Zullen we dan een beetje verder erbij? Kido. Dan gaan wij nu op naar... Even kijken hoe best rijdt naar daar. Dan gaan wij nu op naar Geleen. Shisha bar. Jullie hebben daar veel gaan vloggen, denk ik. Ik denk dat daardoor nog gaan afsluiten. En plan. There we go. Tot zometeen. Oké, we zijn net naar de Shisha bar geweest. Daar zo. Ging zo maar. Bij de Balkania Lounge. En daar staat de mooie Ferrari van Koso. Hoppa. Ik heb er enorm van genoten vandaag. Het was een super, 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 super leuke dag samen met de Miguel. Yes, yes. Dikke merci trouwens. Graag gedaan, man. Graag gedaan. Het was super leuk. We hebben ervan genoten. Ik heb een heel leuke dag gehad, echt waar. We zijn net Shisha gaan doen, dus. En nu op naar huis, want ik moet gaan slapen. Want morgen heb ik een 12 uur voor de rebranding. En voor zij die nu deze video kijken, is het te laat. Het zal sowieso een leuke stream geweest zijn. Dus moest je me nog niet volgen op Twitch TV, ga zeker even kijken. Mijn linkjes staan onderaan de beschrijving. Hè. Al die dingen. Dus wat vond je van deze vlog? Blauw duimpjes omhoog. Als je het leuk vond, laat weten in de reacties wat je dus van de vlog vond. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Volgende week, woensdag, om 3 uur. En dan zeggen we zoals altijd... Flex the biceps! En joejoe! Ciao, ciao!